stilte om. Het is echt dan zwaar op regen. Dus als jij daar eens buiten komt, dan regent het. Dus het is echt heel zwaar om het regenen. Niet zo leuk. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Tegenwoordig regent het meer dan dat het goed weer is. Dus daar kun je niet veel tegen veranderen. Dat we gisteren gemerkt hebben in het wandelshoppingcentrum dat door de camera heel vaak opvalt. Heel moeilijk is om beelden te maken, dachten we, pakken de GoPro mee. Dan kunnen we wel goede beelden maken. En dat scheelt dan ook weer voor te filmen. En dan kunnen we beter filmen. Hij zit hierin in de buggy. Normaal gaan we altijd op de fietskar. Dat is ook gemakkelijker natuurlijk. Wordt dan ook minder nat. Dus we gaan eerst aan het Waterland Shoppingcentrum wandelen. We moeten dus helemaal naar daar. Zo, dus welkom in deze nieuwe video aan Bolstar. Hier is de kleine man. En wandelen, dat kan helemaal heel goed. We gaan daar naartoe. Wandelen, dat gaat al zeer goed. Je moet ook altijd alles ontdekken. Je moet ook de hele tijd alles ontdekken. Dat vindt hem ook altijd heel leuk. Dus ik was echt met mij aan het wandelen, hand in hand. Door dit mooie parkje. En dat lukt helemaal zeer goed. Wandelen. Die bomen, ik vind altijd zo mooi, die kleurtjes in de herfst. En zo leert hem ook een beetje bij van de natuur. Dat is wel leuk. En hij vindt het ook leuk om hier te wandelen. Af en toe is het wel nog eens een keertje vallen. Maar dat is normaal. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Kijk, al die blaadjes. Onder onze voetjes. Ook mooi. Het is er ook heel mooi, hè. Stel je voor, Peter heeft een speeltuin in de tuin. Kijk, echt een gezichtsparkje. Waar ik heel vaak kom om tot rust te komen. Ik vind hem ook leuk. Wat krijgen we nu? Ga je verstoppertjes spelen? En ga je verstoppertjes spelen? Ja. Het oortje. Zijn dat de vogeltjes? Die fluiten. Ja, de vogeltjes. Ik hoor jullie al denken, waarom heeft hij een rustzak op zijn rug? Hij is aan het oefenen voor de school. Want na de paasvakantie gaat hij voor de eerste keer naar school. Ik wil hem stabiel genoeg maken omdat hij dat dan gewoon is. Dus daarom heeft hij echt een rugzak op zijn dingen. Maar ook omdat hij dat leuk vindt. Zijn Samson zit erin, namelijk zijn drinkbus. En die mag hij dan zelf dragen. Dus dat vindt hij wel leuk. Kijk, een hond. Nee, dat is een hond. Ja, dat is een hond. Ja. Ja, hij ziet allemaal diertjes en dat is voor hem natuurlijk nog nieuw. Eentjes en zo die dan ziet. En dat is eigenlijk wel leuk om te zien dat hij nu meer en meer weer naar kijkt. Ja. Die is ook aan het snuffelen, zoals ik. Hè? Dat is ook leuk, die blaadjes. Dat is met de hond. Of de vogeltjes. O ja, maar hij is zo mooie vogeltjes. Vogels zijn echt heel. Nu zijn ze even stil, de vogels, maar net. We moeten trouwens de andere kant uit en zo geen vogels zomaar de hond. We moeten de hond niet hebben. We moeten de andere kant uit.
gooien jullie al denken, waarom heeft hij een rustzak op zijn rug? Hij is aan het oefenen voor de school. Want na de paasvakantie gaat hij voor de eerste keer naar school. Ik wil hem stabiel genoeg maken dat hij dat dan gewoon is. Dus daarom heeft hij echt een rustzak op zijn dingen. Maar ook omdat hij dat leuk vindt. Zijn Samson zit erin, namelijk zijn drinkbus. En die mag hij dan zelf dragen. Dus en dat vindt hij wel leuk. Kijk, een hond. Zie, dat is een hond. Ja, dat is een hond. Ja. Ja, hij ziet allemaal diertjes en dat is voor hem natuurlijk nog nieuw. Eentjes en zo, dat hij dan ziet. En dat is eigenlijk wel leuk om te zien dat hij nu meer en meer er naar kijkt. Ja. Die is ook aan het snuffelen, zo lekker. Dat is toch leuk, die blaadjes. Dat is met de hond. Oh, de vogeltjes. Oh ja, maar hij is zo mooie vogeltjes. Vogels zijn echt heel... Nu zijn ze even stil, de vogels, maar net. We moeten trouwens de andere kant uit en zo geen vogels, maar de hond. We moeten de hond niet hebben. We moeten de andere kant uit. Dan gaan we nu oplopen. Wat is dit? Een bruggetje. Ja. Maar oplopen. Hou je maar eens vast hier. Hou je maar eens vast. Ja. Je gaat het echt niet wandelen. Is dan ook al zo groot, hè? Pas op, hè? Welke is vast als een lus, omdat hij er niet zou invallen. Want hij kent natuurlijk de gevaren nog niet. Maar hij leed een hele boom in het water en zo. Een hele boom. Zie je het? En er ligt een hele boom in het water. Met kinderen herhaal je alles zo wat. Ik weet niet wat dat is. Ik zie dat soms ook in mijn vlog als ik aan het achter ben. En ik kijk dan naar mijn vlog, dan denk ik, oh, wat herhaal ik toch alles superveel. Ik denk dat dat te maken heeft met dat je bezig bent met kinderen, dat je dat daardoor herhaalt eigenlijk. Ik denk dat, hè. Ik weet het niet. Ik heb dat gevoel altijd dat dat daardoor komt. Moet je nog een beetje door kunnen ook, hè? Dan. Daar zijn de eendjes. Die zijn er mooi in het water. Nou, dat is wel leuk. We zijn nu weer terug bijna bij het begin. Waar we gewandeld hebben. Als je iets wilt meepakken en zo mag, hè, dan mag je altijd blaadjes rapen en zo. Dat is geen probleem. Ik vind de natuur echt super mooi. Hier, grote boom. Dat is een grote boom. Hier is dan de grote boom. Dan komen juist de eendjes voorbij. Ik ga eens proberen of ze kan filmen. Daar zijn ze, de eendjes. Wat gaat hij nu doen? Wil je zitten? Wil je zitten? Ja? En dan gaan we even zitten dan. Als ik een vriend wil zitten. Ja. Dan gaan we zitten. Dan zitten we neer op de bank. Heeft hij juist zelf beslist om te mogen zitten. Even zitten. Hier zit hem dan. Op de bank. Hij zelf beslist om eventjes te zitten. Ik denk dat hij de bus wil pakken. We staan hier naar zo'n buskotje. En hij staat hier momenteel. Hij wil de bus. Hij wil de bus hebben. Komt de bus niet?